ben Said Lawaji van het Arcus College, Bureau Internationalisering. En we zijn vandaag in Brussel. We hebben twee studenten die mee mogen doen aan Why Europe Matters. Ze hebben de finale gehaald. Ze zijn uitgenodigd door de Committee of Regions en de Why Europe Matters. En laten we even vragen hoe het vandaag was. Stef, hoe heb je het ervaren? Ik heb het ervaren als een hele internationale en leervolle ervaring. En daarbij ook gewoon nieuwe contacten opgedaan. Heel veel nieuwe gezichten vanuit verschillende perspectieven leren kennen over al die probleemstellingen. En daarbij ook gewoon heel veel plezier gemaakt. Door jij? Ja, voor mij was het sowieso een top ervaring. Veel geleerd. Op zich wel een goede samenwerking. Er waren een aantal dingen die beter hadden gekund natuurlijk. Maar dat is iets waar we ons in de toekomst op kunnen concentreren. En uiteindelijk worden we er alleen maar beter van. Dus ja. Okay. En hoe zijn jullie terechtgekomen in Brussel? Ja, nou, wat hebben jullie moeten doen om hier te komen in betrekking tot de wedstrijd? Jullie hebben een wedstrijd gehad in Utrecht, als ik het heb begrepen. We hebben die wedstrijd, daar zijn wij derde geëindigd. Wij hebben toen een motivatiebrief moeten schrijven waarom wij naar Brussel mogen gaan. En uiteindelijk zijn we ook uitgekozen en uitgenodigd om hierheen te komen. En wat we hier gedaan hebben is gisteren, dus dinsdag, hebben wij ons voorbereid om hier een pitch te houden over een bepaalde probleemstelling. Kunnen er drie zijn. Youth employment, dus op te lossen van jeugdwerkloosheid. Dus de veiligheid in Europa. En de kwaliteit van onderwijs in Europa. Dus die probleemstellingen moeten wij een oplossing voor vinden. En daar hebben wij over moeten pitchen. En iedere groep was internationaal georiënteerd. Allerlei verschillende nationaliteiten. En uiteindelijk is het geen wedstrijdvorm, maar het is een helpende hand voor het Europese parlement om ideeën misschien op te doen vanuit de jeugd. En ook voor onszelf is het natuurlijk een leerproces. En wat heb je zo al gezien dan in deze twee dagen? Wat ik gezien heb? Ja, wat voor mensen heb je ontmoet? Ja, ik heb natuurlijk mensen ontmoet zeg maar, vanuit heel Europa, gewoon uit alle uithoeken. En het is op zich wel heel leuk om zeg maar, alle perspectieven te zien en zeg maar, op de manier hoe andere mensen zeg maar, van bepaalde landen naar bepaalde problemen kijken. Omdat zeg maar, in Nederland hebben wij het eigenlijk best wel heel erg goed. En als je dan kijkt naar zeg maar, problemen in het buitenland waar wij eigenlijk helemaal niks mee te maken hebben in Nederland, is dat best wel interessant dat dat mogelijk is in een unie als de Europese Unie. Okay, mooi. Nou, ik ben echt trots om jullie hier te zien en laten we hopen dat jullie in de toekomst een hele mooie carrière kunnen opbouwen. Dankjewel. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,